En toen belde de voorzitter van de jury al op donderdag, terwijl ik had verwacht dat ze op vrijdag zou bellen. Dus ja, nee, helemaal leuk en spannend, ja. Nou, allereerst natuurlijk hectisch, want alles moet in één keer online. We hebben een spoedcursus Teams natuurlijk met z'n allen gehad in Microsoft Teams. En ja, heel erg mooi is ook hoe we met 11 simulatiecliënten bij ons oefenen ze met gesprekstechnieken. En dat dan 11 acteurs tegelijkertijd ingelogd zaten. En synchroon op dezelfde tijd, dezelfde plaats studenten allemaal aan het oefenen waren met die gesprekstechnieken. Nou, dat had ik voor corona nooit voor mogelijk gehad. Nou ja, het persoonlijk contact is iets waar je online nog meer aandacht voor moet hebben, omdat mensen ook compleet van de radar kunnen verdwijnen. Dus wij hebben ook heel veel in kleinere groepen gewerkt en dan dat studenten ook veel zich vrijer voelden om dingen te zeggen dan dat we met een hele grote groep tegelijkertijd zaten ingelogd. En ik heb met een aantal studenten waarvan ik echt zag, voelde en merkte dat het niet goed met hun ging. Daar heb ik gewoon 1 keer in de 3 weken een teamsafspraak mee. En dat is gewoon even bellen van hoe gaat het met je, wat speelt er, kan ik je ergens mee helpen, is het alleen een luisterend oor? Ja, nou, er zijn natuurlijk ook een heleboel mooie dingen gebeurd. Ondanks dat het moest, hè, het kon niet anders. Maar er zijn ook mooie dingen gebeurd. Zoals het laagdrempelig oefenen met die simulatiecliënten waar we het al eerder over hadden. Maar ook kennisclips gewoon inspreken. Een PowerPoint, voice-over. Mensen kunnen het zelf beluisteren. Stoppen wanneer ze willen. Doorspoelen wanneer ze willen. In het echt kan je iemand niet doorspoelen. Nou, dat kan online wel. En vind ik ook tijd en plaats dat niet zo meer gebonden is aan elkaar. Ik heb ook een student die op heel hoog niveau aan het rugby is. Die gaat naar Japan. En die kan nu straks gewoon het onderwijs blijven volgen. Ja, hoe gaaf is dat?